Een sporter moet gezond zijn, dus die heeft beschermende stoffen nodig, maar ook bouwstoffen om spieren op te bouwen. Welkom bij de KGT 2 7.3 Biocast over bouwen en beschermen, waarin je gaat leren om uit te kunnen leggen waarvoor je bouwstoffen nodig hebt en waarvoor je beschermende stoffen nodig hebt. Ook moet je kunnen vertellen hoeveel bouwstoffen je nodig hebt en in welke voedingsmiddelen die zitten. Ook moet je kunnen uitleggen wat er aan de hand is bij twee eetstoornissen, anorexia en bulimia nervosa. En hier zie je verschillende soorten cellen in je lichaam. Zenuwcellen, rode bloedcellen, botcellen, spiercellen, zaadcellen en eicellen. En die verschillende cellen moeten opgebouwd worden en moeten ook goed kunnen functioneren. En daarvoor heb je bouwstoffen en beschermende stoffen nodig. En hier zie je de verschillende bouwstoffen, eiwitten, vetten, mineralen en water, die staat hier niet bij, die je nodig hebt. Van water heb je het meeste nodig, ongeveer 1,5 liter per dag, waarvan het grootste gedeelte, 70%, je binnenkrijgt door het drinken. De rest zit in de andere stoffen die je eet. Van eiwitten heb je 70 gram per dag nodig. Vetten heb je ook zo'n 70 gram per dag nodig. En die zit meestal in boter en olie. Mineralen, daar heb je maar heel weinig van nodig. Het mineraal waar je het meeste van nodig hebt, calcium, is 1,2 gram. En voor ijzer bijvoorbeeld maar 15 milligram. In zuivelproducten zitten veel eiwitten, vetten en calcium. In bonen vind je eiwitten, calcium en ijzer. Eiwitten, vetten en ijzer zitten ook in vlees. En tenslotte noten waar eiwitten, vetten, calcium en ijzer in zit. Als je te weinig van die stoffen binnenkrijgt, kun je gebrek krijgen, een gebrekziekte. Vitamine A bijvoorbeeld, de ADH, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, voor vitamine A is 1,0 milligram, een duizendste van een gram. Dus een miljoenste van een kilogram. Die heb je nodig, die vitamine A, om goed te kunnen zien bij weinig licht. Vitamine B, daar heb je wat meer van nodig. En die is voor een goede werking van het zenuwstelsel, dus voor het vervoeren van signalen door je lichaam. En je ziet dat die in vlees, brood, melk zit en in bonen en noten. Vitamine C, 70 milligram nodig en dat zorgt voor je weerstand bij ziekte. Die vind je in groenten en in vruchten. Vitamine D, daarvan heb je 0,00 milligram nodig, dus maar heel weinig. En die heb je nodig voor het inbouwen van calcium in je botten. Dus om te zorgen dat er calcium in je botten terechtkomt. Er zit in vetten, vlees, eieren, vis. En ijzer, de ADH, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, 1 milligram. En die is nodig voor beschermende stof, voor het vervoer van zuurstof naar je organen. En heeft als bouwstof nodig voor je rode bloedcellen. Calcium, daar heb je 1200 milligram, oftewel 1,2 gram voor nodig. En het is een beschermende stof nodig voor de opbouw van je botten en je gebit. En hier zie je iemand die best slank is en denkt dat ze heel dun is. Iemand met een eetstoornis, dan heb je een beeld van jezelf dat niet klopt. En er zijn twee ziektes die je moet kennen. Anorexia, een ziekte waarbij je jezelf uithongert en je allerlei gebrekziekten kunt krijgen. En bulimia nervosa. En dat is ook een eetziekte. En daarbij heb je vreetbuien, een periode dat je jezelf uithongert. En vaak komen daar gedwongen overgeven bij kijken. Dan zijn er ook mensen die geen vlees willen eten.
Dat kan omdat ze geen dieren willen doden. Het kan omdat ze de manier waarop dieren gehouden worden niet fijn vinden. Of dat ze niet zo'n groot deel van de aarde willen gebruiken om hun voedsel te verbouwen. Die mensen zijn vegetariër of veganist. En dan moet je daarvoor opletten dat je genoeg eiwitten en genoeg ijzer binnenkrijgt. En dat kan door het eten van noten, groentes of door het gebruik van vleesvervangers, sojaproducten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 7.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.